Hi, mijn naam is Gijs Botenstaf. En de afgelopen weken kreeg ik een vraag van een YouTube kijker die vroeg zich af hoe je nou eigenlijk een watermerk rechtsonderin je beeld kunt monteren. Of hoe je nou eigenlijk een aanklikbare subscribe button kunt maken. Blijf kijken, want ik laat je zien hoe. Als eerste log je even rechtsbovenin op het icoon. Daar klik je op. Je gaat naar Creator Studio. Daar klik je op. En dan ga je links naar kanaal. Daar klik je op. En dan zie je hier een optie branding. Daar klik je op. En nou zie je dat er hier op dit moment bij een abonneer nu knop zit. En als je daarop klikt, dan kan een YouTube kijker gelijk zich abonneren. Maar je kunt hier ook je branding, dus je logo of je bedrijfsnaam. Of iets wat jij interessant vindt om je eigen merk te branden. Ik heb in dit geval een abonneer-nu-knop gebruikt. Je kunt zien dat de volledige video wordt deze knop getoond. Maar je kunt er ook voor kiezen om het aan het einde van de video te laten zien. Of een aangepaste starttijd. Dus dan kan je zeggen bijvoorbeeld na 5 seconden of na 10 seconden. Je drukt op updaten. En je abonneerknop of je branding-logo is nu geüpload. Om het even helemaal vanaf het begin te laten zien: watermerk toevoegen. Het moet een PNG of een gifje zijn. En het mag maximaal 1MB zijn. Je kiest een bestand. In dit geval had ik al een Abonneer-Nu button. Daar klik je op. Je drukt op opslaan. En je watermerk of je branding of je abonneer-button is nu geüpload. Mocht je nou geen abonneer-nu-button hebben of geen subscribe-button, dan kan je het volgende doen. Je kan er natuurlijk een, ah, eentje zelf maken, maar je kan er ook eentje van het internet afhalen. Dan ga je bijvoorbeeld naar Google, je gaat naar afbeeldingen, je drukt op subscribe-button. En dan is het wel belangrijk dat je een button neemt die gelabeld is voor niet commercieel hergebruik of bijvoorbeeld uh, gelabeld voor niet commercieel hergebruik inclusief aanpassing. Dat houdt in dat andere mensen die hebben hun button of hun logo of watermerk of whatever hebben ze online gezet op het internet en via deze tab ben jij geautoriseerd. Zoekmiddelen, gebruiksrechten. En dan mag je dus gewoon officieel mag je zo'n button mag je gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld dit doen. Ik heb dan een toeltje. dat heet Ying. En dat is voor de Mac. Daarmee kan je heel makkelijk een plaatje knippen. Abonneer op, op, 2. Opslaan. watermerk toevoegen. Kies bestand. Bijvoorbeeld abonneer 2. Opslaan. En je ziet je subscribe button is geüpload. Nou is er ook nog een andere manier om een subscribe button op jouw YouTube kanaal bij je video te plaatsen. En dat is volgens deze me methode, je gaat naar <laughs> Creator Studio. Je gaat naar videobeheer. Je gaat naar de betreffende video waar je een abonneerbutton wil maken. Ik pak even een willekeurige. Um, nou, deze. Je gaat naar aantekeningen. En nou kun je op een plek waar je dus de abonneerbutton wil maken of klikbaar wil maken um, stop je de video. In dit geval wil ik hem bij mijn animatie van de abonneerbutton, wil ik een annotatie wil ik toevoegen. Dus je klikt op annotatie toevoegen. Je pakt spotlight. Je zet dat vierkantje, of ja, rechthoekje, zet je eroverheen. Je drukt op link. En dan laat je hem, je zet hem eerst nog even, pardon, op abonneren. En dan kun je hem naar. Je zoekt je uh, YouTube gebruikersnaam op. Nou ja, meestal weet je die al uit je hoofd. Maar ik ga hem even kopiëren. Je gaat naar YouTube instellingen. Je gaat naar geavanceerd. Dan kopieer je even de URL. Maar als je hem uit je hoofd weet, nog beter. Je zet hem in de link. Je kunt het voorbeeld van de link nog bekijken. Nou, perfect. Je kunt de tijd instellen wanneer die moet gaan lopen. Ik zet hem op 2,54, want op dat moment verschijnt dus de grote abonneerbutton in beeld. En ik laat hem doorlopen tot het einde. Je drukt op Wijziging toepassen. Dat duurt even. Wijziging toepassen. En. Nou is deze aanklikbaar. En als men daarop klikt, kan men zich gelijk abonneren. Maar er is ook nog een andere manier. Je kunt er ook nog een andere annotatie toevoegen. Je drukt op annotatie toevoegen. Je zet hem bijvoorbeeld hier neer. Je geeft hem een kleurtje mee. Bijvoorbeeld rood. Je zet er een tekst in. Oh. Bon. Nu. Nou, we zetten hem op een andere plek. Je klikt op link, je klikt op abonneren, je vult de link in, je geeft aan van wanneer tot wanneer die moet lopen en dan druk je zo direct op wijziging toepassen. Je hebt nu een abonneerknop gemaakt. Dus drie manieren. Je kunt het via je branding, je logo, je watermerk doen. Die verschijnen dan automatisch bij alle video's. En daarbij kun je aangeven of je de hele video moet te zien zijn over een bepaalde periode. Je kunt een spotlight gebruiken, dus dat was deze. Dus je kunt er een vierkantje over, ja, over jezelf heen zetten, over een button, over een animatie, of, of gewoon op een plek. Of je kunt via een annotatie. Een opmerking kun je zelf heel eenvoudig wordt nu lid bijvoorbeeld kun je een aanklikbare button maken waarbij je dus heel eenvoudig kunt abonneren. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een YouTube-vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.